Wilke Meiboom heeft in de Friese hoofdstad een iets wat typische baan. Behalve dat zij de zorg heeft over een 3,5 tons autobus die ze zelf bestuurt, is ze ook nog bibliothecaresse. De Leeuwardense openbare leeszaal heeft sinds korte tijd een soort rijdend filiaal met niet minder dan 1600 boeken dat de kleine plaatsjes rond de stad aandoet. Onder het motto, als de mens niet tot het boek komt, komt het boek wel tot de mens, rijdt de bibliobus, zoals men de wagen heeft gedoopt, door het mooie Friese landschap. Wilke Meiboom toont zich een uitstekend chauffeuse. In de dorpen waar gestopt wordt, en die alle tot de gemeente Leeuwarden behoren, bestaat veel belangstelling voor deze rijdende bibliotheek. Jong en oud weten hier hun dorst naar goede lectuur te lessen. Wilke Meiboom adviseert bij de keuze van het boek en houdt nauwkeurig de administratie bij. Als de uitleentijd om is, vertrekt de bibliobus weer naar een volgende standplaats. Zolang het bouwen van nieuwe filialen niet mogelijk is, vormt deze bus een even praktisch als origineel antwoord op de groeiende vraag naar goede lectuur.